Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Infinite Warfare video hier op mijn kanaal Jarask Game. Vandaag gaan wij twee Team Deathmatch potjes spelen met deze class, de R3K, oftewel de REK. We gaan natuurlijk kijken of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten, want het is een 3 rounds burst energy rifle, wat inhoudt dat die 3 kogels achter elkaar afschiet en dan moet hij weer opnieuw 3 kogels afschieten om weer verder te gaan. Je moet heel erg goed raak schieten, want anders ben je gewoon kaarten Sjaak. Ik heb er als enige attachment in het eerste potje op staan de reflex sight. En in het tweede potje switch ik dat over naar natuurlijk quickdraw. Dus, we gaan lekker. We gaan goed. Als jullie deze video leuk vinden, ram natuurlijk zoals je kaart op like knop. Als perks gebruik ik Blast Shield, zodat je geen last hebt van explosieven. Dexterity, zodat je sneller reload en sneller switcht. Tracker, zodat je natuurlijk de enemy voetstappen kan volgen. Hardline, zodat we natuurlijk snel onze scorestreaks halen. En Pinpoint, zodat we op het moment dat een enemy damage krijgt, er zo'n rode gloed omheen komt te staan. Dus dan weet je waar die naartoe gaat. Ook al zit hij achter de smoke of wat dan ook. Als scorestreaks gebruiken we de UAV, de Bombardment en de Warden. En als Combat Rig gebruiken we de Synaptic met de Equalizer en de Combat Burst. Dus we gaan een pakje joinen, Team Deathmatch. En ik hoop jullie te gaan zien. We zijn in een potje gekomen, jongens, zoals je kan zien. Een Team Deathmatch potje met de RE... Oké dan. Met de REK, oftewel de REK. We proberen natuurlijk dit potje zoals altijd gewoon te winnen. Prachtige killcam, jongen. Prachtige killcam. En we moeten even onthouden, het is een burst rifle. Dus goed opletten op de burstjes die je ook daadwerkelijk... Oh, lekker teammate. Die je ook daadwerkelijk raak schiet. Want als je misschiet, dan ben je natuurlijk de Sjaak. Woe! We hebben nog geen attachments erop. Alleen de reflex sight natuurlijk, maar verder nog helemaal niks. Dus dat moeten we ook even in de gaten houden. Oh, ik moet wel wat meer raak gaan schieten van dat door. Zo. Oh, goede kill met je sniper. Goede kill met je sniper. Ik kan zeggen wat je wil. Ik was daar iets te scheef. Dat moet ik zeggen. Ik was daar iets te scheef. Goede kill van jou, jongen. Ik ben trots op je. Oké, maar nu is het concentratietijd. Scheef, dat gaan we niet meer zijn. Maar recht... Oh. Ik moest even rennen voor die granaat, jongen. Holy shit, die was bijna raar. Ik ren even de andere kant op. Ik weet niet waar ze nu zijn gespand. We hebben natuurlijk nog geen UAV. Als ik 25 punten haal, dan heb ik er wel één. Dus ik probeer... Oh, hier hoor ik het. Holy shit, zij hebben blijkbaar wel een UAV. Ik heb geen ghost aan staan. Dus de enemies die weten als zij een UAV hebben precies waar ik zat. En dit kon niet anders dan een UAV zijn geweest, Hero. Anders wist hij nooit dat ik daar liep, namelijk. Zie je? Ja, ze hebben een UAV. Kan niet anders. Hij zit er nog steeds binnen. Teammate. Ik heb hem al, teammate. Reloaden. Er komt er sowieso één voor me. Twee zelfs. Ik wacht er heel veel op. Het is een beetje campy, ik weet het. Maar ze zitten mij daar ook op te wachten. Kijk maar, teammate gaat meteen neer. Lekker, teammate. Bombardement is binnen. Zo. Ik pak mijn specialist erbij, mijn combat rig, want... Op een gegeven moment moet je er wel gewoon op af gaan rennen, namelijk. Zo, die zijn dood. Dan heb ik mijn warden ook binnen. Dit ding is zo chill, hè, deze combat rig. Holy shit. Kijk dan, joh. Hoppa, zo pak je wat kills op, jongens. Zo. Holy shit! Zo! What the fuck? Ik weet niet wat ik daar heb gedaan met die enemies, maar... Oh, wow, yo, joh, we beginnen naar beast! Holy shit! Dat was niet normaal, hoor! Zo, de knetter, hé! Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zoveel kills zo snel achter elkaar. Het waren een beetje rare emen op een of andere rare manier. Oh shit, die was een beetje scheef. Die had inderdaad zijn wapentje in zijn handen. En ik had gelukkig ook mijn wapentje in mijn handen. Maar ik schoot misschien hij niet. En dan ben ik dood natuurlijk. Prachtige granaat, Jan. Hey, thanks jongens. Echt, ik ben er trots op. Eigenlijk niet. Het was... Oh, kut. Hij had een black hole. Shit. Daar kan je niks tegen doen tegen dat ding. Dan schiet hij. En als die eenmaal is geschoten, ja, dan wordt er zo ingezogen. En dan... Ben je natuurlijk dood.
Kut. Oh my god, ik heb flag jacket. Sorry vriend, het spijt me. Lekker team. Ah shit, in mijn rug zit er ook nog een. Jammer, we hebben 32 kills alweer. En we hebben natuurlijk ook heel veel attachments vrijgespeeld. Dus het volgende potje gaan we wel even wat attachments aangooien op dit ding. Ik heb een specialist in. Dan gaan we nog een keer jongens. Ik hou van dit wapen, deze wapens jongen. We kunnen er gewoon kaart op afrennen. Ik heb een UAV, ik roep me snel in, want de enemy zit er wel achter me aan namelijk. Maar als ik zelf vast zit, dan gaat het helaas niet goed komen. Oh my god, ik heb turned, holy shit. Oh my god, ik heb direct. Bombardement is ook weer binnen, let's go. Ze zijn hier voor me weggerend, er zitten hier 3 man. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Er zit er nog één achter me hier aan de rechterkant. Hey, ik denk dat mijn teammate die heb. Kijk, Puck zit er zo goed als op. Ik heb mijn bombardement natuurlijk nog staan, dus die kan ik mooi zo inroepen. Geen flauw idee of die raak gaat. Ja, zo te zien 1 kill. Chill, er is nog weer eentje erbij natuurlijk. En dan hebben we gewoon nog 42 kills in dit potje, jongen. Dan maak daar nog wat meer extra voor kills van. Zo. Zo jongen, ik zweer dat je beknallen zo hard af op dit moment. Ik heb nog een UAV. Kom dan jongen. Lekker teammate, goed gedaan jongen, goede kill van je. Lekker teammate. En we hebben gewonnen. 47 kills. 6 deaths. In een normaal team met mijn spotje met de rek hier. Dit wapen past gewoon bij me. Gewoon, dit kan niet anders zeggen. Nee jongens, we gaan natuurlijk nog een potje erachteraan spelen. Ik zet dan wel een paar attachments op mijn wapen. Want dat maakt het natuurlijk allemaal wat makkelijker. En dan gaan we kijken of we daarmee nog zo'n B-score kunnen neerzetten. Dan zijn we nog een keer jongens bij natuurlijk game nummer 0. We proberen het nog een keer deze keer op de map Terminal, zoals je kan zien, want die is weer terug in de beta. Hallo vriend. Dus ik zeg, kom erop. We gaan weer lekker rennen. We gaan weer lekker vliegen, springen, schieten. In de hoop dat we weer een base score neerzetten. Wat ik extra op mijn wapen heb gezet, is de Quickdraw Attachment. Quickdraw had ik er natuurlijk nog niet op staan. Die staat er nu wel op. Wat inhoudt dat je natuurlijk sneller inzoomt op het moment dat jij inzoomt. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Oh my fuck, we staan nu gewoon op 5 om 1. Wow, yo gek. Nou, we beginnen in ieder geval lekker beast. Ik vind het helemaal goed. Hoe peesteriger we gaan, hoe beter het is natuurlijk. En er zitten wel een paar snipers in op dit moment die we wel even in de gaten moeten houden. Want... zo, er zitten heel veel snipers daar. Holy shit. Er is nog wel iets mis, dat moet ik er wel gewoon even bij zeggen. Want we moeten natuurlijk wel gewoon eerlijk blijven. Er is op dit moment nog wel iets mis met de hitregistratie volgens mij. Want soms sta je al helemaal achter een... kijk, als ik zeg maar hier geraakt word en ik ga hier staan... dan op een gegeven moment word ik alsnog geraakt. Dus er is iets op die manier nog wel mis met de hitregistratie. Maar ja, het is nog beter, dus dat wordt hopelijk snel nog opgelost. Zodat we er natuurlijk geen last meer van hebben. Want dat is wel de bedoeling. What the fuck? Waar is die vent nou? Ja, kut zo. Hij zat me te zoeken, jongen. Shit, man. Ik was hem kwijt. Hij was mij kwijt. En, we waren het alle twee even kwijt. Alsjeblieft, teammate. Oh, shit. Dit wapen stil, jongen. Holy shit. Had ik niet verwacht toen ik hem pakte, moet ik zeggen. Ah, ik dacht dat hij me niet had gezien, jongen. Ik ging er gewoon kaart op af. Ik had geen zin meer om te wachten. Als ik geen zin meer heb om te wachten, dan ren ik er gewoon kaart op af. En, oh, zo! Goeie kill voor je vriend. Holy shit. Kut, nou, nah, dat is een poepspan. We staan 15-7. Mijn teammates doen niet heel veel op dit moment.
Ze moeten wel dat goed in de gaten houden natuurlijk, want ik heb geen zin om te verliezen. Dat kan ik je wel zeggen, in mijn rugste train. Er staat er één in mijn rug, die heb ik laten lopen expres. Kijk uit vriend, wat ze komen hier. Ah, oh, kom die met zijn combat Rick gewoon het schieten het hoekje om, jongen. Shit. Dat gaat je niet lukken zover. Ik bleef expres wachten, want ik wist dat hij daar zijn combat Rick had. En ik wist dat hij die combat Rick had. Dus dan ga ik er natuurlijk niet kaart op afrennen. Maar dan ben ik hoe dan ook gewoon dood. Die teammate moet jij hebben, vriend. Uh-oh. Ja, kut. Ja, ze beginnen. Ah, shit. Het eerste potje ging zo lekker, man. Want ze beginnen nu een beetje achter te blijven staan om de kills te kunnen oppakken. Zie je? Ah, met z'n vieren mee. Waarom zitten er vier fucking enemies op mij, jongen? Het raampje zit er ook nog steeds in, dat vind ik wel cool. Dit was mijn goede campraampje en daar zit er nog steeds in. Dit is echt een vieze spot, jongen. Sorry, vriend. Ja, sorry dat ik even stond op te wachten, maar ik zag dat ik aan het campen was, dus... Daarom bleef ik ook maar even staan. Oh, hij was... Oh, wat? Vijf man! Holy shit! Oké, die zag ik niet aankomen daar, dat er vijf mannen stond. Kom op, teammates, we kunnen dit, jongens. Kijk uit, granaat, jongens, blijf staan. Oh! Oh, kut, er komt een hond aan. Shit, ja, heb een triple. Die had een triple, ja. Ik blijf heel veel wachten, want ik weet niet waar hij naartoe rent met die hond. Blijkbaar niet hier naartoe. Anders word je meteen nog een keer doorgekild. Oh, drie kogels. Hij killt niet altijd in één burst. Ik denk dat als je de long barrel opzet of als je er iets opzet, dat hij wel gewoon in één burst killt. Maar op dit moment is dat niet het geval zoals je ziet. 17-15 staan, want dit potje gaat niet zo lekker als de vorige. Joh. Goed zo, teammate. Goede kill van je, jongen. Heb je hem? Ja? Oké. Is er één in de cockpit? Het is niet meer een vliegtuig, hè? Het is een dikke straaljager. Fuck! Ah, oh, geworden. Die is wel zijn combat Rick kwijt, doe. Ah, oh, shit, jongen. We worden... Oh, shit. Staan we nog voor? En we staan gelijk. 69 of 69. Ik blijf weer heel veel wachten, hoor. Mijn teammates die hebben hetzelfde idee. Gaan we erop af, jongens? Nee, ik loop met team. Nee, kut, mijn team is al dood. Ik ben nu ook dood. Lekker, die is ook dood. Oh, lucky bastard die je bent. Kut, nu ben ik dood. Shit, jongen, je komt die trap niet op, hè? Oh shit, oh shit, ik dacht dat het mijn teammate was. Ik zat niet op te letten, shit. Jongens, we worden nu hard gekild, jongens. Heel hard gekild. Wajo. Ah, waarom kilt hij mij nou? Kom op, mijn teammate heeft er ook. Kijk eens, ja, shit, ja, kut, we gaan het verliezen, man. Ik ga toch weer heel veel hier zitten, hoor. Ah, jammer, jongen. Jammer. Ik deed mijn best nog. Ja, dit kan nog vers schieten ook, hè. Niet normaal, eigenlijk. Assist, goed zo, teammate. Goed zo, jongens. We staan nog voor op dit moment. Holy shit. Oh my god, nog zo'n kut ding. Jij vieze camper die je bent. Dat is een campertje, jongen. Die heeft al die dingen neergegooid. Ja, we hebben nog gewonnen ook. Wow, jongen. Dat scheelde heel weinig. 38 kills.
heel veel deaths zoals je kan zien. Maar ja, ik deed mijn best, weet je. Alleen het ging niet heel erg goed. De enemies waren gewoon goed dit potje. En dat hebben ze ook goed gedaan. Nee, deze met de Ripper, die komt uit de kant van die Ghost. Ik weet niet hoe hij eraan komt, maar hij heeft hem blijkbaar op dit moment binnen. Dus goed gedaan. Goed gedaan. Even kijken, weet je. Mish OG. Goed gedaan, jongen. We hebben uiteindelijk nog kunnen winnen. Dat gaat natuurlijk om. Dus mocht jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Ram natuurlijk zoals je kijkt op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye.